Hallo en welkom bij een nieuwe video. Jullie weten het waarschijnlijk nog niet, maar mijn vlogcamera is stuk. Want de vlog waarin mijn vlogcamera stuk ging, moet nog online komen. Maar gisteren laat heb ik een nieuwe gekocht. Ik heb deze gekocht. De Canon PowerShot G7X Mark II. Hij was redelijk duur, maar ik heb hem goedkoper kunnen kopen, omdat als je producten terugstuurt naar bol, komt dat niet in een gewone assortiment terecht. Dat komt in een bol retour assortiment terecht. En deze kwam daaruit, waardoor ik hem met super veel korting heb kunnen kopen. Dit is dus geen refurbished-achtig iets, maar het is echt gewoon echt een retourzending van iemand die hem uit de doos heeft gehaald. Misschien 3 dagen of 1 dag heeft gebruikt en dan terug heeft gezonden of zelf niet heeft gebruikt. Nu ga ik deze doos proberen open te doen, want die zit nogal vast. De leuke trui die ik aan heb komt trouwens van Primark en let niet op alle spullen in mijn kamer. Ik ben aan het verhuizen. De doos is open. Dit is het boekje met informatie over de Canon. Ik ben trouwens echt wel een fan van het merk Canon. De camera waarmee ik nu film is ook een Canon. Dit is de Canon 750D. En daarvoor had ik de Canon 70D en daarvoor had ik de Canon 50D. Dus een Canon. Mijn vader is ook een Canon. Dit is de batterij. Het ziet er eigenlijk uit als een batterij van mijn reflexcamera. Batterijlader. Kijk, dit is de oplader van mijn reflexcamera. Dit is die van deze camera. Deze is wel een stuk kleiner. Wat dan logisch is. En dit is dan de kabel voor erin. Wel jammer dat niet USB oplaadbaar is. Want dat is natuurlijk super makkelijk als je op reis bent. Maar dit zal ook wel een plekje vinden. Oké. Nu is deze volledig. Dit is een koordje voor aan je camera om dan hem zo vast te houden. Dit is de batterij. Echt zo klein. Normaal zit in dit vakje dan de camera. Hij is opnieuw verpakt, maar je ziet dat het niet verpakt is zoals hij verpakt was in het begin. Zo. Dit is de Canon G7X. Met een venstertje hier om te kijken. En hier dan de lens. Ik had een systeemcamera. Dus dat is wel handig dat die echt zo kan. Met mijn andere camera was dat niet zo. Ik ging zeggen, ja, mijn vorige camera was een systeemcamera, mijn vorige vlogcamera. Dus dat betekende dat je hier de lens kon afdraaien. Ik denk niet dat je dat hierbij kan. Nee. Hier heb je een knopje voor de flits. En dan springt die daaruit. Hier heb je je USB-lader. Dus je hebt dus wel. Je kan hem dus wel opladen met een USB-lader. Hier is om dan je wifi-signaal te hebben, zodat je camera van op afstand kunt versturen. Hier heb je dan je opnameknop. Jammer dat die hier niet zit. Want dat is altijd heel handig om dan hier zo te drukken. Aan deze kant heb je uw modussen, uw filmmodus, uw manuele modus, uw TV, P, AV, C enzovoort. Hier om in te zoomen. Maar die is koud. Maar ik ben wel heel blij dat ik hiermee kan kunnen vloggen. Echt heel fijn. Ik ga hem even opladen.
Dus dat was eigenlijk de volledige unboxing van de PowerShot H7X Mark II van Canon. De vlogcamera van het moment. En ik kan niet wachten om hem te gaan gebruiken. Dus ik ga hem nu opladen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet je niet te abonneren voor meer video's. Doei! Oh ja, vandaag. Nee, gisteren. Gisteren is Blogger December 2017 online gekomen. Dus ga zeker lezen. Ga gewoon lezen. Nu, onmiddellijk. Via www.blogger.be of www.blogger.nl. Het is namelijk een tijdschrift voor bloggers. Blogger is geschreven BLGR. Maar er staat sowieso een linkje hieronder. Doei!